Ik ga uitleggen wat het verschil is met het zwemmen in een vaart of in een plas of in een kanaal. We gaan uiteraard stevig zwemmen. Afgelopen woensdag hebben we deze sessie ook gedaan. En daar ligt een boei als je naar buiten kijkt. Ik heb ook Jan meegenomen. En die zit daar rechts, direct na een kanaalestafette. Heel gelukkig te zijn. Jan. Ja, dat was leuk. Dat was vorig jaar zomer, eind augustus. We zijn met z'n vijf onder de begeleiding van Richard de kanalen gekomen, van Dove naar Calais. En smas de finisher, kun je zien, ik bedoel, geen maan. Ik was de finisher, kun je zien, aan de pot. Maar we zijn met z'n allen gefinished, het laatste gedeelte. Dus we zijn het laatste daar met z'n allen ingegaan. Ik bedoel, we zijn naar de kust. Ja, we hebben niet gezien dat ze gefinished zijn, hè? Ja, wel gehoord, hè? Wel gehoord. Ja, wel. Een groot feest opgestoken. Ja, onwijs gaaf is dat. Het was echt een goed avontuur. En daar hebben we twee jaar voor getraind. Met Richard. Veel van die zwemmers zijn niet echt zeezwemmers. Ik toevallig wel. Ik ben zo'n jongetje die van surfclubjes het hele leven al hier in de plasje. Maar we zijn met z'n allen gaan zwemmen en hebben dat aardig in de knie gekregen. In 13 uur zijn we overgezwommen. Nou, net de tijd voor 10 voor 5. Ja. Ja, gedisqualificeerd, want we waren z'n vijf in plaats van zessen. En gedisqualificeerd om een pak aan te hebben. Ja. Maar ja, als je één keer gedisqualificeerd wordt, waarom dan geen twee keer en dan een lekker pak aan hebben. Misschien wel leuk om te vertellen dat Jan ook een pak verzorgd heeft. Die heeft zich geïnfecteerd. Wat was de opdracht van 010 Swim Experience? Zorgen voor de veiligheid. Zorgen dat de veiligheid zo optimaal mogelijk is. Want we willen niet dat er 15 zwemmers het water ingaan en er maar 14 uitkomen. Dat vinden we wel belangrijk. Geef ook instructie over de veiligheid. Vandaag gaat is het belangrijkste wat ik te vertellen heb, gaat over veiligheid. Gebruik ook die veiligheidsregels ook wanneer je elders zwemt. Liefst altijd met z'n tweeën, maar daar kom ik zo nog op terug. Oefen in het zeezwem, nou, dat gaan we dadelijk dus echt doen. En voor de volgende keer heb ik ook een aantal oefeningen die echt met zeezwemmen te maken hebben. Technische oefening. De enige oefening die we vandaag hebben is van hoe moet je nou richting houden. Ook belangrijk. Wat zijn de verschillen tussen zeezwemmen en in een meertje zwemmen? Nou, open water zwemmen. Ik ga ervan uit dat iedereen open water gezwommen heeft. Dat ze niet voor het eerst, dat jullie niet voor het eerst in open water zwemmen, gelijk in zee. Zee heeft namelijk een aantal risico's meer dan gewoon in een meertje zwemmen. Het is troebel, ja, kennen we. We moeten navigeren, ja, weten we ook. Want je hebt geen lijnen op de bodem. Je moet rekening mee houden dat de temperatuur lager is dan in het zwembad. Ja, dat weten we ook wel. Toch? Hoe warm denk je dat het is vandaag? 19 plus, bijna 20. Ja, dat is best wel degelijk. Ik zou zeggen zelf, je hebt geen wetsuit nodig. In open water kun je met deze apparaten zwemmen, zwemboeien. Dit heet zwemboeien of dit is de officiële Safer Swimmer. En dan ligt er daar eentje van Total Immersion en bij Erik zijn er nog speciale voor deze gelegenheid gemaakte beschikbaar. Hoe ga je ermee om? Nou, zo dus. Ik mag eigenlijk een beetje van de zon. Dat ding moet op je kont hangen. Ja. Daarmee zwem je dus. Je merkt er eigenlijk relatief weinig van. Alleen als er een hele grote golf komt, dan willen ze nog eens een keertje zo trekken aan je. Ja, oké, dat gebeurt. Vooral met zwemmen is het tegenwoordig. Ja, daarom zwem je deze dingen. Heb je deze dingen nooit aan bij zwemwedstrijden? Nee. In zee heb je veel van hetzelfde. Ook veel van dezelfde hulpmiddelen, behalve een aantal andere dingen. Namelijk het getij. Getij is echt serieus hier. Ik heb me laten vertellen dat 10 knopen zijn, hè? Ja, dat kan. 10 knopen kan. Hoeveel is een knoop? 1852 meter per uur. Dus de snelheidsmaat van de knoop. Zeggen dat hier de stroming in de buurt van de 18 km per uur kan zijn. Als je daarin springt, bop, je moet om
onderuit getrokken en je kan opdenken dat je bij de zandmotor weer uit kan. Of andersom, op de strek dan weer. Maar vandaag is het niet zo. Gaat merken. De wind heeft ook effect. Vandaag is het relatief windstil. Helemaal niet zo harde wind. Hoeveel is het? Kracht 3. Hooguit. Dat geeft ook wat tolkjes. Maar als er windkracht 6 of 7 is en de stroming komt daar vandaan en de wind komt hier vandaan, wat gaat het dan doen?